ook gewezen minister van LVV, ingenieur Suris Algu, is niet te spreken over de uitgifte van de cultuurtuin. Ook al is gewezen minister Mike Noor Salim zijn collega geweest, hij zou deze handelingen moeten hebben nagelaten. Niet alleen daarover spraken wij met Algo, maar ook over het feit dat er nu een lijst met 92 schulden van de regering Bouterse Adin is geplaatst op social media. En schuld nummer 92, 10 miljoen Amerikaanse dollars bij de IDB, zou zijn aangevraagd in de periode van Algo als minister voor landbouwdoeleinden. En is dat werkelijk zo? Vroegen wij aan gewezen minister Suris Algo. Hij reageerde als volgt. Cultuurtuinland daar, het bos. Het behoort tot de organisatie of stichting Natuurparken, STINAPA. En dat valt onder het beheer van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit moet eigenlijk alvast duidelijk zijn dat het van een stichting is, STINAPA. Punt 2, dat gedeelte is een van de meest groenste plaatsen op dit moment binnen Paramaribo. En je moet kijken wat altijd alle regeringen hebben aangegeven, dat we toeristen moeten aantrekken. Onze toeristensector moet verder uitgewerkt worden. Wanneer kijken toeristen, wanneer ze naar Suriname komen? Ze gaan geen hoge gebouwen zoeken, ze zoeken groen. Wanneer ze in Paramaribo aankomen, betekent dat je daar groen hebt. Punt 2, heel belangrijk, je hebt daar op het terrein van STINAPA, dus cultuurtuinland daar, heel veel verschillende bomen en planten die vanuit buitenland eventueel gedoneerd waren door ambassades en dergelijke ambassadeurs. En dat het geplant is daar. Dus voor bepaalde specie heb je maar één die daar voorkomt. Als dat nu verkaveld is en mensen moeten daar gaan bouwen, wat doe je met je land? Dus kijk, we weten dat de nood groot is. Mensen zoeken naar kavels, bouwkavels. Zoek ergens anders. En wat ik het heel erg vind, kijk, wanneer je gronduitgifte doet, heb je advies nodig van de DC, grondinspectie en ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. En als het van STINAPA is, neem ik aan dat de minister van, of gewezen minister van LVV, ook advies heeft uitgebracht. Ik neem aan dat de juiste procedure is gevolgd en ook advies is opgevraagd. Als er geen advies is opgevraagd, is weer iets anders. Dan zie je wat in welke richting het gaat. Maar laten we zeggen, als er advies is gevraagd, kan je niet zeggen van ja, het mag niet verkaveld worden. Ik ga u aangeven dat in de periode 2005, door toenmalig minister van LVV, was de intentie ook geweest om dat te verkavelen. En hij had laten verkavelen. Toen werd er geprotesteerd, dat is daarna ingetrokken. Toen was minister Ragubar Singh op LVV. In 2006 is dat weer terug in de boezem van STINAPA geweest. Let wel, het was dezelfde frontregering tegen 2005 die had uitgegeven. 2006 frontregering werd het weer teruggebracht. Nu, laatste moment, en ik lees ook de reactie dat bepaalde mensen aangeven dat ze nooit hebben aangevraagd. Ze wisten niet eens dat daar hun kavel zou zijn. Mensen wachten, mensen vragen hun grond vanaf 90. 95. En nog steeds kunnen ze niet eens een BV krijgen. En dit wordt binnen 2 weken, ik neem aan, zonder advies. Alles. En je moet kijken naar die namen. Hoeveel keer Noor Salim en etcetera komt. Wat ik ook erg vind, het gaat om een minister die dat heeft getekend. Toenmalig minister, ex-minister nu. Maar hij is een voorzitter van een partij. Als voorzitter van een partij, een politieke partij. Tevens toentertijd ook minister. Heeft dit alles getekend? Dan moet u nagaan in welke richting het gaat. En ik denk dat de huidige minister nu, minister Pokki, dat weer onmiddellijk alles intrekt en in de boezem van STINAPA brengt. In 2018 had ik gesprekken gevoerd met de toenmalige directrice van Landbouwbank Hindori, mevrouw Hindori, JNT.
En samen met haar hebben we uitgewerkt en daarna kwam de president of Rotary Club, internationaal. Hij kwam naar Suriname. Oké, het was planning in mei 2018. Ik ben afgetreden in april, 3 april 2018. Maar dat ding is doorgaan. Je moet nagaan, het is niet alleen nationaal iets. Het is internationaal bekend geworden van Stinapa, daar, Letitia Friesdelaan, hele park. Vandaar dat de president of Rotary Group, het is een internationale organisatie, hij is geweest. En hij was ook daar, hij heeft het ook gezien. Want wat je niet ziet in de wereld vandaag op de dag in een hoofdstad, zulke terreinen, zulke plaatsen, zulke groen, zulke verschillende bomen daar, planten die daar voorkomen. Ik weet nog men niet beseft waarmee we bezig zijn geweest. En we moeten dat beschermen, keihard beschermen. Dit kunnen we niet pikken. Ja. Kijk, ik ga eerlijk zeggen, hij is ook mijn collega geweest, minister, toen der tijd. Goede samenwerking, alles. Maar dit wat je doet, gewoon denkende, uit je hart moet je gewoon zeggen, kan niet. Is onkan. En dit vind ik heel erg. En we hebben dat beschermd. Je moet nagaan, ik was ook minister daar, we hebben altijd gezegd van nee, Stinapa moeten we behouden. En vooral de policy gericht op de toerisme sector. Want we zien hoeveel mensen daar komen. De hoeveelheid toeristen die komen, de meeste zie je dat ze ook langskomen. Daar er zijn zoveel vogels die daar komen. Er zijn bepaalde orchideeën die daar groeien. Er zijn verschillende soorten planten daar. Laten we dat beschermen. En geef die mensen ergens anders een kavel. En wat je ziet, verschillende namen, 3, 4 verschillende namen, met alle broers, zusters, volgens mijn hele generatie, krijgen daar kavels. Kan niet. Ja. Maar wat we horen, heer Algo, ik hoor mensen nu iets zeggen van, iedereen wijst nu in de richting van de gewezen minister van Binnenlandse Zaken, ad interim ROGB, dat hij heeft uitgegeven, maar je hoort de reacties van, hij zou van ergens toch de opdracht moeten hebben gehad. Nou kijk, ik ga je eerlijk zeggen, ik was ook minister. En wanneer je opdracht krijgt, van waar dan ook, moet je ook kijken. Dus men kan zeggen van, dit moet uitgevoerd worden. Mm-hmm. En nu is de taak van de minister om te kijken van, kan het of kan het niet. Het is niet dat je moet het uitvoeren. Toen ik in het kabinet zat, weet ik hoe er werd. Er wordt gezegd van, tenzij er een beslissing komt van daaruit, dat het goedgekeurd is, is weer iets anders dan wanneer er het gezegd van, je moet het uitvoeren. Dan moet je natrekken. Het is van grondinspectie, DC, LVV. Ze moeten advies uitbrengen. Dit is standaard. Dit is een normaal procedure. En als men vindt van nee, het geldt niet, dan waarom moet voor al die mensen, vooral de landbouwers in Suriname, ze moeten jaren lopen naar verschillende afdelingen van DC, grondinspectie, LVV voor adviezen. Dan waarom wordt de lijn niet doorgetrokken voor een ieder? Waarom worden stukken niet getekend van mensen, van landbouwers, heel veel landbouwers, die jaar op hun perceel daar, ze hebben aangevraagd, ze cultiveren dat. Maar het wordt steeds verwezen, morgen, volgende maand, het is al getekend, ga halen en wanneer daar aankomt is niets, geen enkel stuk te vinden. Waarom is men bezig geweest? En hij was ad interim daar. Men kan zeggen, ja, er is een lijst, 40, 50 mensen die moeten een kavel krijgen. Ik weet niet of het gezegd is, je moet dat verdelen of ergens anders een stuk terrein zoeken wat verdeeld kan worden. Zoek dat gedeelte. Waarom zoek je speciaal daar? Terrein. En het gaat om de waarde van die bomen. Ik denk dat mensen niet beseffen de waarde van planten, bomen, groen. Als je een land wil ontwikkelen, is het niet alleen door te verkavelen en zoete praatjes te houden. Maar richt goed. Goede beleid en vooral toerisme sector. Men blijft zeggen van toerisme sector. Nu internationaal door die hele COVID problematiek. Als wij het goed aanpakken, is Suriname een van de top bestemmingsplaatsen voor de toeristen. Mm. We kunnen daaruit heel veel verdienen als staat Suriname. Als volk van Suriname. Je kan je economie daarmee helpen opbouwen. Inkomsten voor verschillende sectoren daarmee. Dan wordt dat eigenlijk dus letterlijk, je hebt een kip. Je levert eieren, maar je slacht de legkip. En dan wil je eieren gaan exporteren. Daarop komt het neer. Belachelijk.
Ja. Dus u zegt, mevrouw Pocky, de nieuwe minister van de ROGB, zij heeft dus veel werk wanneer het aankomt op de kwestie cultuurtuin. Het is simpel weg, ze moet gewoon per beschikking aanslaan. Iedereen die daar dingen hebben gehad, per ziel, het wordt ingetrokken. Per onmiddellijk. En dat ik denk dat het op basis van die adviezen, dat er geen adviezen zijn uitgebracht. En op basis daarvan, want je moet adviezen krijgen van grondinspectie, van DIC, van LVV. En als die adviezen niet aanwezig zijn daar, dan kan je zeggen ook, dan kan je als minister ook zeggen van het wordt ingetrokken. Of het is van Stinapen letterlijk. Iets van Stinapen is uitgegeven, punt uit. Intrekken. Ja. En toen u zelf minister was, heer Algo, er is nooit aan u om advies gevraagd dat men daar tot... wil gaan verkavelen, tot ontwikkeling wil gaan brengen? Ik heb altijd gezegd, niemand komt daaraan. Dat is vanaf begin. Niet alleen toen ik minister was. Omdat ik toen als coördinator regio midden, toen als minister Kubarsing daar op LVV, hebben we daarvoor ook gevochten dat het bleef in de boezem van Sinapa. Dat groen gedeelte in Paramaribo. Het versiert Suriname. Het versiert Paramaribo. En dan ga je weghalen dat. Verkavelen en daarna. Dus we bleven op ons standpunt. En toen ik daar was, heeft nooit iemand meegevraagd van verkavel dit of verkavel dat. Nooit. Nooit heeft iemand meegevraagd van kan het verkaveld worden of niet. Want iedereen weet dat ik dat mijn standpunt was. En is nog steeds. Je moet het beschermen. Heer Algo, wat we ook verderop zien op social media is dat er nu een lijst is geproduceerd van alle leningen, 92 zou het in totaal gaan. En bij nummer 92 wordt de vinger naar u toegewezen dat u die lening zou hebben aangevraagd voor landbouwdoeleinden. Het zou gaan om een bedrag van 10 miljoen Amerikaanse dollars bij de IDB. Wat is waar hiervan? Nou, dat klopt. Ik heb ook de lijst gezien. En ik denk dat op punt 92 wordt verwezen dat er 10 miljoen US dollar is geleend vanuit IDB voor, geloof ik, cassavefabriek, suikerfabriek en nog iets, geloof ik, drie dingen. Maar ik ga je zeggen, in de periode toen ik daar minister was, is er geen cent binnengekomen. Nog voor cassavefabriek, nog voor suiker. Suikerfabriek was niet eens in. En ananasfabriek heeft men aangekaart. Er was wel een bedoeling dat we voor binnen voor district Para een ananasfabriek wilden opzetten. Maar het zou niet een lening zijn door de staat. LVV zou of had gesprekken gevoerd met IDB. Zodat het particulier initiatief wordt dat de lening door een particulier genomen kon worden. Zeker onder begeleiding van LVV en ook buitenlandse deskundigen, zodat dat eigenlijk verwerkt kan worden, ananas. Maar wat betreft van cassava, kijk, er is een cassavafabriek daar opgezet toen der tijd. Toen was ik onderdirecteur, let wel, ik was onderdirecteur toen het werd opgezet. En het is opgezet toen der tijd vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat was de eerste periode regering Bouters Amerali. En toen ik minister werd van LVV, was het ook niet bij LVV, het was altijd bij Buitenlandse Zaken, daarna was het bij het ministerie van Financiën. En er was wel een missieve getekend dat het overgeheveld kan worden naar LVV. Maar toen konden wij geen stukken, duidelijke stukken krijgen. Toen heb ik gezegd van nee, dan bemoeien we ook niet verder daarmee. Dus wat betreft van die lening van 10 miljoen, dat men zegt van het is aangevraagd door Algo, toenmalig minister van LVV. Ik kan zeggen van, ik weet niet, misschien is het aangevraagd voor andere doeleinden, maar men moet de naam van Algo daaruit weghalen. Want ik ben niet op de hoogte van dat de lening verstrekt is ooit aan het ministerie van Financiën. Let wel, alle gelden gaan altijd, als er een lening komt ook, is het ministerie van Financiën die altijd dat tekent. Dat wil ik wel duidelijk maken. En als het, ik weet wanneer is aangevraagd, en stel je voor het is, want ik las ook in een stuk dat het is aangegeven dat in 2020 dat is gedaan. In 2020 was Algo geen minister. Ik was minister tot en met 3 april 2018. Daarna wat gebeurde weet ik niet. Wat men heeft gedaan weet ik niet. En het interesseert me ook niet. Dat is het. Maar meneer Heralgo, alle leningen
die men is, zover u dat weet hoor, alle leningen die men is aangegaan op naam van LVV, is het, zijn de gelden daadwerkelijk daarvoor ter bestemde plaatsen gekomen? Is het werkelijk daar gebruikt? Nou kijk, wat betreft van punt 92 waarover we net hebben gesproken, is niet bekend bij mij, niet toendertijd toen ik daar was op LVV, is daaruit geen cent binnengekomen voor LVV of voor het uitvoeren van het project. Wat wel zo is, dat voor de aanschaf van pompen, dan verwijs ik naar pompgemaal Wageningen, is wel door het ministerie van Landbouw, Veete en Visserij eerst technisch gedeelte getekend, maar wat betreft van de financiering en al die dingen, is altijd het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Financiën. Alles van leningen moet via financiën gebeuren. Na inspectie, na checking, cross-checking. En zij maken, zij dealen met die banken. Wij niet. Wat ik weet toen ik daar was, is want ik kan niet zeggen, ik ga lening aangaan. Ik ben niet bevoegd bij wet. Technisch kunnen wij voor, we hebben pompgemaal nodig, technisch beoordeling, er was ook een consultant, ze hebben dat beoordeeld. Ja, het kan aangeschaft worden. Daarna worden stukken opgestuurd, let wel, opgestuurd voor financiën en dan tekent financiën met desbetreffende bank of instantie waar de lening aangegaan moet worden. Zo is de hele procedure. Het is niet dat de minister een lening kan gaan tekenen zomaar, nee. Het is altijd via het ministerie van Financiën en de minister van Financiën is alleen bevoegd om dat te doen. Dus voor die pompgemaal Wageningen hebben we wel wat toendertijd laten tekenen. We hadden wel voorbereid van die 19 pompen, wat ik ook eerder had aangegeven. Aanschaf van 19 pompgemalen. En ik was net eruit, toen is dat ding, wij hadden alle MOU getekend. En daarna zijn dan die stukken getekend door toenmalige minister van LVV met Financiën en geloof ik Exim Bank India. Daarover kan ik wel uitleg geven, maar tijdens mijn periode weet ik dat pompgemaal Wageningen is getekend. En let wel, dat geld komt niet naar LVV. Het is tussen die ministerie van Financiën en Exim Bank hoe dat ding geregeld wordt. Voor ons is interessant, belangrijk, dat die pompen aangeschaft worden en dat die pompen geplaatst worden voor de sector. Dat was het. Voor het plaatsen van die pompen had ik ook gesprekken gevoerd met IDB, dat heb ik eerder ook uitgelegd. Met IDB had ik afgesproken dat bij het plaatsen van die pompen, dat het getenderd zou worden in samenwerking met IDB. Omdat wanneer een lening aangaat, moet je volgens internationale standaarden dat gaan tenderen. Maar ik heb begrepen dat het uit nationale begroting is uitgevoerd. En ik weet niet of minister Surjan toen der tijd of Parmeser die contracten heeft getekend en aanbesteed en getekend. Dus dat gedeelte weet ik niet.